Ik heb namelijk mijn vader zover gekregen om te helpen met de kast verkleinen. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. Dan heb ik ook een kaarsje gekocht. Het is tijd voor de tour door mijn opgeruimde kamer. Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van mij. Ik heb vandaag voor jullie een hele gezellige, cozy opruimvideo. Het was namelijk de hoogste tijd om mijn kamer op te ruimen. Het was ontzettend de zooi op mijn kamer. Dat zal je straks ook wel zien. Ik heb niet alleen opgeruimd, ik heb ook alles schoongemaakt. Ik heb wat dingetjes veranderd. Ik ben bezig geweest met het interieur op mijn kamer. Dus van alles wat met mijn kamer te maken heeft in ieder geval. Ik ga niet langer kletsen nu, want ik denk dat deze video al lang genoeg duurt. En ik hoop dat je het in ieder geval leuk gaat vinden. Doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En dan hoop ik dat je deze video heel leuk gaat vinden. En veel kijkplezier! Ik ga hier in de hoek beginnen bij deze kast en hieronder. Dit is echt het rommelhoekje van mijn kamer eigenlijk. En ik wil misschien deze kast naar die kant van mijn kamer verplaatsen. Dus die ga ik als eerste opruimen, zodat ik dat direct kan bekijken strakjes. Dus let's go. Hier ben ik bij de deur en dan zie je dit. Ik schaam me bijna een beetje om dit te laten zien. Ik heb deze printer een tijdje geleden gekocht. Een tijdje geleden, eigenlijk 2 weken geleden denk ik. En daar is deze doos van. Die neemt echt al gigantisch veel plek in beslag. Dus die moet gauw weg. Ja, mijn bureau. Hier zit ik gewoon 24/7 aan momenteel. Dat is dit. Dan hebben we hier mijn spiegel. En een soort nachtkastje. En nachtkastje is niet echt het goede woord. Gewoon een kast die naast mijn bed staat. Dat is beter. Ik was dus al begonnen. En daar zijn deze spulletjes van. Hier beneden lag het net ook helemaal vol. Dit is nu leeg. En dan hebben we deze kast. Die wil ik dus misschien verplaatsen naar hier. Moet ik nog even bekijken hoe dat staat. Maar dat is het plan nu. Hierop ligt ook van alles. De laadjes vallen volgens mij wel redelijk mee. Of, nou ja. Ik ga het sowieso allemaal even bekijken. En dan zijn we hier weer bij mijn bureau. En van de andere kant ziet het er dan zo uit. Zoals je kan zien staat de kast nu hier. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind eigenlijk. Ja, het is nu sowieso ook nog een nog grotere rotzooi dan eerst. Ik denk niet dat dit het is. Ik voel dit gewoon niet helemaal. Of het komt door alle rotzooi eromheen. Ik weet het niet, maar ik wil die kast wel heel graag eigenlijk weg hier. Want ik vind hem hier ook niet passen. Maar waar moet hij dan wel naartoe? Mijn bed wil ik sowieso hier wel laten staan. Daar ga ik niet aan schuiven. Dus ik ga even kijken wat ik hiermee kan. Jongens, een paar uur verder en hij staat weer terug. Kun je dat zien? Op dezelfde plek. Nog steeds helemaal leeg. Ik heb echt lopen twijfelen. Ik heb hem lopen schuiven. Met mijn moeder overlegd. Maar het was het gewoon niet. En nu zijn we misschien tot het idee gekomen. Maar moet ik nog even overleggen met mijn vader. Om je hebt zeg maar. Even kijken. Ik kan het beter zo laten zien. Je hebt 1, 2, 3, 4 vakken. Om hem misschien hier af te snijden.
En hem iets lager te maken. En dan de onderkant allemaal met zulke kastjes te doen. Want het is zo'n rommelkast nu op mijn kamer. Dat is echt... Ik snap niet hoe ik deze kast ooit heb kunnen kopen. Dit is momenteel gaande. De bovenkant is van de kast af. De plankjes zijn eruit. En nu is het alleen nog dit afzagen. En dan hopen dat hij overeind blijft staan. Het is inmiddels de volgende dag. Dat zou je niet zeggen, want ik heb gewoon hetzelfde aan. Maar gisteravond is er nog wat veranderd. Ik heb namelijk mijn vader zover gekregen om te helpen met de kast verkleinen. En dat is gelukt. En die ziet er nu zo uit. Dus er is één rijtje met hokjes weg. En dan hebben we deze zijkanten afgezaagd. En ik vind het eigenlijk echt super leuk. Ik ben over een tijdje aan het kijken voor een televisie op mijn kamer. En die kan dan ook mooi hier op deze kast. En dan kan ik vanuit mijn bed hier televisie kijken. Maar nu is mijn kamer dus nog echt een mega rotzooi. Nog erger dan gisteren eigenlijk. En ik hoop dat we dat even netjes kunnen maken vandaag. Dus daar ga ik mee aan de slag. Er is net iemand langs geweest die mijn laadjes heeft gekocht. Dus die zijn weg nu gelukkig. Want ja, ik wilde die eigenlijk niet meer. Wat ik heel lelijk vond is dat ze grijs waren en dat mijn kast dus zwart is. En nu ga ik dus, ik weet niet of ik dat al vertelde, nog twee van deze kastjes voor hier. En de onderkant wil ik opvullen met allemaal bakken. En deze blijft dan gewoon open. Ik kom net van de trap, maar dat is dus het plan. En dit is ondertussen ook al wat opgeruimd. En in deze kast ben ik bezig geweest. Nu is het alleen nog dit hoekje. En daar wil ik dit weekend werk van maken. Ik heb ook wat leuke decoratiedingetjes besteld die hier op kunnen. En morgen gaan wij naar de IKEA. Zo, ik ben echt helemaal buiten adem. Oeh. Dus vandaag ga ik nog even aan de bak met mijn bureau. Want mijn vakantieweekje is bijna om. Dus dit moet klaar voor ik straks weer school heb. Zodat ik hier weer lekker aan kan werken. In een leuke, nieuwe, frisse kamer. Ik weet niet of ik dit al aan jullie had laten zien. Dit is nu superleuk zwart geverfd. En deze postertjes hangen hier nu. Ik ga bij de IKEA trouwens ook kijken voor een nieuw dekbed overtrek. Want deze past echt totaal niet bij mijn kamer. Maar dit vind ik wel heel cute. Terug van de IKEA. Ik weet niet of ik dat in deze video had gezegd, maar ik wilde graag die kast dus veranderen. Dat heb ik wel gezegd, maar ik wilde dus nog twee kastdeurtjes erbij en nog bakken voor in die kast. Dus dat heb ik als eerst gekocht. Dit is zo'n kastdeurtje en daar heb ik er dus twee van. En dit is een bak. Daar heb ik er vier van gekocht. En dan heb ik nog wat kleine dingetjes uiteraard. Want hè, als je naar IKEA gaat, neem je niet alleen mee wat je echt nodig hebt. En dat is als eerst dit. Dit zijn een soort van houten plankjes voor posters. Dan heb ik ook een kaarsje gekocht. Dit is de Valdoft. In zo'n leuk potje zit hij. Ik vind geurkaars van IKEA super lekker. En ik
Ja, neem er eigenlijk ook altijd wel eentje mee daar. Ik vraag me af wie dat niet doet. Dan heb ik dit. En dit is misschien een beetje raar. Maar dit zijn dopjes voor aan de muur. Die wil ik hier op de muur naast me, op de blauwe muur. Om soms gewoon net even een kledingstuk of zo aan te kunnen hangen. En dan als laatste heb ik een bloempot. Die matcht leuk bij mijn muur. Hier komt een pannenkoekplankje in. Dus ik heb hem alvast een beetje op de groei gekocht. Ik ga dit nu in elkaar zetten. De bakken en morgen de kastjes. En dan zijn we weer een stapje verder bij het eindresultaat. We zijn weer een poosje verder. En ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. Met deze kandelaars die ik graag wilde. Een kleintje en een groot. En eigenlijk zat er dus ook nog een middelmaat bij. Maar die is helaas gesneuveld bij dat vrouwtje die het verkocht. En daarom kreeg ik deze drie hele leuke vaasjes erbij. Twee dezelfde. Twee kleintjes. En één grotere. Nu weet ik nog niet of ik deze ook wel zwart spuiten. Maar deze wil ik sowieso zwart spuiten. Dat ga ik gewoon nu gelijk even doen. Kijk hoe cute deze zijn geworden. Ondertussen al heel lang bezig met mijn kamer. Ik zou het bijna een langdurig project noemen. Ik had zelf niet eens gedacht dat het zo lang zou duren. Maar goed, schoolwerk is natuurlijk belangrijker dan opruimen. En dat komt er steeds tussen. En daarnaast is er ook van alles veranderd. En wil ik het wel echt goed opruimen. En niet zo laat zoals het nu is. Dus wat moet er nu nog gebeuren? Ik moet nog even kijken. De onderkant van die kar. Dat moet nog gebeuren. En dan is de kast eigenlijk ingedeeld. Alleen de rotzooi er nog af. En een leuk versier aan de bovenkant. En dan is het grootste wat nog moet gebeuren. Mijn bureau en de laadjes die ik hier heb. Dit schuiflaadje. En deze. Dus ik hoop dat het vandaag klaar komt. En we gaan gewoon ons best doen. Ik denk het wel. We zijn denk ik een uur of twee verder en ik ben nu echt bijna klaar. Nog wat paar troepjes hier en een keertje daar nog wat troepjes op de kast. Maar het is echt zo goed als klaar nu eindelijk. maar voor vandaag stop ik ermee. Ik ga morgen nog eens goed stofzuigen. Hier ben ik ook nog niet tevreden over wat ik hiermee wil voor decoratie op de kast. Dus dat ga ik morgen ook nog een keertje uitvogelen. Maar verder is het denk ik echt wel zo goed als klaar. En is het super fijn om weer een lekker opgeruimde kamer te hebben. En uiteraard geef ik jullie dan morgen met goed licht even een toertje. Ik ben vandaag bezig met de laatste final touches aan mijn kamer. Als ik het zo kan noemen. Want er is hier en daar nog wel wat rommel. Net als mijn bureau. Zoals je ziet is weer al een troepje. Maar ja, ik werk daar gewoon constant aan. Dus dat kan ook niet echt. Maar ik heb zojuist mijn nieuw dekbedovertrek erop gelegd. Wat veel beter bij de kleuren van mijn kamer past. Namelijk blauw en grijs. En dit is een beetje blauw-grijzig en een beetje bruinig. Wat ik wel mooi vond. En nu is het nog tijd om te stofzuigen. En de allerlaatste troepjes op te ruimen. En dan kan jullie het eindresultaat laten zien. Er zijn dus nog een paar dingetjes die niet 100% nog een goede plek hebben. Maar al bij al kan ik wel zeggen dat ik klaar ben met opruimen. En dat betekent dat ik jullie nu even een overview ga geven van hoe mijn kamertje er nu uitziet. En ik ben heel blij met de kleine veranderingen, maar ook met de iets grotere veranderingen, zoals bijvoorbeeld de kast. En het voelt gewoon weer echt als een leuk plekje waar je lekker fijn kan zitten. En dat was echt de bedoeling, want
Het was eerst wel echt een rommelhok en dat is gelukkig nu niet meer. Dus ik ga jullie snel het eindresultaat laten zien. Het is tijd voor de tour door mijn opgeruimde kamer. En dit is wat je ziet als de deur open gaat. Wat een verschil zeg. Echt jeetje joh. Ik ben zo blij. Als eerst hier deze kast. Ik vind deze wel heel leeg momenteel. Alleen wat sieraden staan hier. Dus misschien wil ik hier nog iets mee. Maar goed, het is voor nu prima zo. Dan heb ik deze. Ook super leuk. Hier ben ik ook heel blij mee. Alleen vind ik deze latjes nog wel ietsjes te lang. Maar misschien ga ik daar nog iets aan zagen. Dan natuurlijk mijn nieuwe dekbed overtrek die ik al had laten zien. Die zo goed bij mijn kamer past. Heel blij mee ook. Ik heb nu dit rekje hier gezet. In plaats van hier. Zodat ik bij mijn bureau wat meer plaats heb. En dan natuurlijk de kast. Dat is echt wel de grootste verandering van deze video. Uiteraard de bovenste vier hokjes die nu weg zijn. Maar ook de kastjes en de bakken die er nu in zitten. Super blij mee. Deze wil ik nog wel anders. En ik weet ook niet of ik de bovenkant zo wil laten. Maar kijk nou wat mooi met die kaarsen. Echt wow, ik vind dit zo mooi. En uiteraard komt als het goed is binnenkort hier een tv'tje. Dan gaan we door. Naar mijn bureau. Ja, die is gewoon een beetje rommelig nog steeds. Maar goed, ja, ik werk hier aan. En dit vind ik ook heel leuk. En dan hier nog wat schilderijtjes, posters bedoel ik. Leuke lichtjes eronder. En mijn printer, ja weet je, dat is niet heel mooi, maar wel heel praktisch. Dus die staat daar prima. Hieronder een bak met kleding die ik nog een keer aan kan. En deze, die mag eigenlijk weg. Maar ja, ik kan niet alles wegdoen natuurlijk. Dus dat is mijn kamer geworden. Echt super super blij mee. Vooral dit vind ik zo mooi. Ook zo met die kaarsen aan. Dit is toch gewoon echt een plaatje joh. Heel blij mee. Dat was dan deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben heel blij met hoe alles is geworden. Ik ben vooral heel blij met deze kast hier achter me. En ik hoop natuurlijk dat er binnenkort een tv'tje op komt. Dat maakt het helemaal af natuurlijk. Maar goed, dat is niet de hoogst nodige zaak. maar dat zou in ieder geval heel leuk zijn. Daar zou ik wel blij van worden. verder ben ik heel blij met hoe mijn kamer nu is. Het voelt echt weer een beetje als een paleisje. En als een plekje waar ik graag wil zijn. En dat was natuurlijk de bedoeling. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet niet op het duimpje omhoog te klikken. En op mijn kanaal te abonneren als je meer van mij wilt zien. En dan hoop ik je heel snel bij een andere video van mij weer te zien. Tot snel, doeg!